STOA neemt het onder de loep. Een goede waterkwaliteit is een voorwaarde voor natuur, welzijn en welvaart. De stoffen die in het water terechtkomen, doen ertoe. Op 8500 locaties in Nederland wordt de waterkwaliteit onderzocht. Op 1/3 van deze locaties zijn chemische verontreinigingen de oorzaak van slechte waterkwaliteit. Hier belemmert de toxiciteit van stoffen een gezond waterleven. Daarom meten waterbeheerders voortdurend de waterkwaliteit met chemische analyses. Dit levert veel informatie op over de hoeveelheid giftige stoffen in het water, maar niet over het effect ervan op organismen. Om waterbeheerders te helpen de waterkwaliteit in beeld te brengen en te volgen, is een nieuw instrument ontwikkeld. De sleutelfactor toxiciteit. Hiermee meet je de giftigheid van stoffen in het oppervlaktewater op twee verschillende manieren. Namelijk door een combinatie van chemische analyses en het gebruik van bioassays. Deze combinatie van chemische analyses en bioassays levert veel betere informatie op over de waterkwaliteit. Maar hoe werkt zo'n bioassay nou eigenlijk? STOA zoekt het uit. We nemen een kijkje op de Universiteit van Amsterdam. Daar werkt Milo de Baat aan de doorontwikkeling van bioassays. Het begint allemaal met het nemen van een watermonster. Vervolgens hebben wij hier in kweek hebben we organismen. Nou, dat zijn allemaal verschillende typen organismen. Het meest gebruikte is de waterflow. We hebben ook algen, dansmuggen. We nemen dan dat watermonster en daar stellen we die organismen aan bloot. En dan na een vaste tijdsperiode, bijvoorbeeld voor de waterflow is dat 48 uur, kijken we hoe het met de waterflow gaat. En op basis daarvan kunnen we iets zeggen over de toxiciteit van dat monster. Iets verderop werkt Harry Besselink van BDS ook met bioassays. In plaats van levende organismen gebruikt hij cellijnen. Met dit soort cellen kijk je eigenlijk niet naar direct toxiciteit, maar wel de mogelijkheid om processen in je lichaam te beïnvloeden. Biologische processen, dat is wat je meet. Als dat gebeurt en dat komt boven een bepaalde grenswaarde uit, dan zouden dat soort stoffen een risico kunnen vormen voor gezondheid, maar ook voor het milieu zelf, voor de dieren die in het milieu voorkomen. Ik denk dat deze manier van meten heel erg nuttig kan zijn voor waterbeheerders om de waterkwaliteit, de status van de waterkwaliteit te bepalen. Vooral omdat je dan niet meer hoeft te kijken naar individuele stoffen, en dat is altijd een beperkte hoeveelheid, maar naar alle stoffen die in het milieu aanwezig zijn en de eventuele schade of negatieve effecten die dat soort stoffen kunnen geven. De gebruikers van de sleutelfactor toxiciteit hebben een community of practice. Wil je bioassays leren gebruiken of wil je meedoen aan de community of practice? Kijk dan op de website van STOA.